We leven in een beeldcultuur. Dat hoor je vaak. Maar waar hebben we het dan precies over? En is er wel één beeldcultuur? Mijn stelling, de moderne beeldcultuur, laat zich onderscheiden in twee wezenlijk verschillende golven. Hoe begon het allemaal? Daarvoor gaan we terug naar het Parijs van 1896. Daar kon je een wonderlijk schouwspel zien. Hordes bioscoopbezoekers die massaal gillend de zaal uitrennen. Het verhaal gaat dat ze dachten dat de trein die op het bioscoopscherm op ze afkwam daadwerkelijk over ze heen zou rijden. In werkelijkheid keken ze naar een korte film van de gebroeders Lumière. Die hadden een jaar daarvoor het principe van film uitgevonden: 24 foto's per seconde. En hoewel de kracht van bewegend beeld onmiddellijk was bewezen, hadden de gebroeders Lumière nooit kunnen voorzien wat de enorme gevolgen van hun uitvinding zou zijn. De moderne beeldcultuur was geboren. De mens voelde natuurlijk al veel langer de behoefte om beelden te maken. De eerste reproducties ter wereld, de Venusbeeldjes en grotschilderingen, zijn al tienduizenden jaren oud. Maar met de uitvinding van film werd het opeens mogelijk om levensechte bewegende beelden te maken en te vertonen. Eerst alleen nog op film en bioscopen. Maar toen daar in de jaren 50 de ontdekking van video, digitale film en de opkomst van televisie bij kwam, was de moderne beeldcultuur echt volwassen geworden. Het bedrijfsleven, de politiek en de journalistiek begrepen direct hoe krachtig bewegend beeld is en begonnen het dan ook massaal in te zetten. Het bedrijfsleven ontdekte dat tv commercials de ideale manier zijn om door te dringen tot in elke huiskamer. ...en zo je producten aan de man te brengen. Ook voor de politiek werd beeld een bepalende factor. Sommige politici gebruikten beeld om actief propaganda te verspreiden. Zoals met de films die Leni Riefenstaal in de jaren dertig maakte voor de nazi's. Maar ook als je als politicus weinig met het medium beeld op had... ...werd je onvermijdelijk geconfronteerd met de kracht ervan. Zo bleek in 1960, toen voor het eerst... Een verkiezingsdebat tussen Amerikaanse presidentskandidaten live op tv werd uitgezonden. Achteraf wezen veel televisiekijkers Kennedy aan als winnaar van het debat. Terwijl de meeste luisteraars op de radio vonden dat Nixon had gewonnen. Nixon was misschien inhoudelijk sterker, maar zag er op camera slecht uit en kwam nerveus over. De fotogenieke Kennedy daarentegen spatte van de scherm af. Hij zou de verkiezingen uiteindelijk ook winnen. De journalistiek kreeg er met Bewegend Beeld een indrukwekkend medium bij om verslaglegging te doen. Toen dezelfde kennedy in 1963 werd doodgeschoten, werd dat live op tv medegedeeld, ondersteund door videobeelden van de tragische gebeurtenis. Zeer vergelijkbaar met de manier waarop de aanslagen in New York op 11 september 2001 op tv werden uitgezonden. Daarmee maken we een flinke sprong in de tijd en met reden. Want hoewel deze moderne beeldcultuur revolutionair was, bleef hij in essentie ruim 100 jaar onveranderd. Natuurlijk werden er in de loop van de tijd belangrijke uitvindingen gedaan, maar de periode van 1895 tot circa 2005 laat zich in wezen definiëren door drie kenmerken: 1. Er was veel tijd, geld en middelen nodig om beelden te maken. 2. Er waren massamedia nodig om beelden te verspreiden. En 3. Het vertonen van beelden was. Eenrichtingsverkeer, van afzender naar ontvanger. Daarom noem ik deze periode de eerste golf beeldcultuur. Rond 2005 vonden er een paar ontwikkelingen plaats die de hele moderne beeldcultuur volledig op zijn kop hebben gezet. We kregen de beschikking over internet om video's te bekijken, apparaten zoals smartphones om zelf video te maken en websites zoals YouTube om video te verspreiden. Sindsdien zitten we in de tweede golf beeldcultuur, die zich laat kenmerken door drie andere kenmerken. 1. Er is weinig tijd, geld en middelen nodig om beelden te maken. 2. Er is alleen internet nodig om beelden te verspreiden. En 3. Er is interactie tussen afzender en ontvanger en de rollen kunnen zelfs omdraaien. Wat betekent dit nu? Het betekent zeker niet dat het gebruik van beeld, zoals in de eerste golfbeeldcultuur, is verdwenen. Integendeel, bedrijven zenden meer commercials uit dan ooit. Politici gebruiken meer dan ooit televisie om te communiceren. En meer dan ooit is journalistiek bij nieuwsfeiten ter plekke live aanwezig met draaiende camera's. Het betekent wel dat er veel meer beelden worden gemaakt, verspreid en bekeken. En ook. Dat je een radicale verandering ziet in de manier waarop beeld in deze tweede golf beeldcultuur wordt ingezet. Niet alleen door wie dat altijd al deed het bedrijfsleven zet nu bijvoorbeeld viral video's in, politici maken videoblogs en de journalistiek maakt gebruik van burgerjournalistiek. Maar vooral mensen en organisaties die voorheen zelden beeld gebruikten, gaan dat nu massaal doen. Denk aan universiteiten zorginstellingen en talloze andere organisaties in de publieke sector. Maar ook individuele burgers die er gewoon een camera bij pakken en gaan filmen. Dat alles leidt weer tot spannende nieuwe toepassingen van beeld. En daar zal ik in tekst en in beeld over vertellen op dit weblog. Over wat je overal om je heen ziet gebeuren. Over wie beeld inzet, hoe ze dat doen en waarom ze dat doen. Over hoe dat soms heel goed gaat en heel vaak niet zo goed. En wat we daarvan kunnen leren. Nou, oh, en ben je nog niet overtuigd van die tweede golf beeldcultuur? Bedenk dan dat er elke minuut 100 uur aan video wordt geüpload op YouTube, en meer dan de helft van alle internetverkeer nu al bestaat uit video. Dat is geen golf, maar een tsunami van beelden.